We hebben aan iedereen een bundeltje gegeven met een overzicht van hoe dat strand in elkaar zit. Dat is nuttig voor een keer te bekijken. En dan heeft iedereen dat bij de hand op zijn concessie als nodig is. Dus te weten hoe dat. Ja, natuurlijk. Als jullie nog geen gat hebben, kunnen we eentje krijgen. We hebben dus het lastenboek iedereen doorgestuurd, iedereen heeft het gekregen. De verschillende lastenboeken. Je hebt kunnen zien dat er met de geluidsnormen teruggegrepen is naar vorig jaar, naar de 80 decibel. Maar de rest van de principes hebben we goedgekeurd, zoals dat we ze bijgestuurd hadden. Eigenlijk is het de bedoeling dat we de klemtoon leggen op het kwalitatief en de uitstraling van het strand. En daarvoor staan er een aantal zaken in die er al een aantal jaar in staan. In de preambule, zoals dat ze dat noemen bij de wetgeving in het voorwoord. Dat dus niet de bedoeling is dat uitbaters op de tafels staan te dansen en mensen staan op te hitsen. Dus dat soort fratsen, dat soort dingen hebben we nog een keer uitdrukkelijker erin gezet, omdat er waren die nog niet goed begrepen. Niet de bedoeling dat de mensen opgehitst worden. Er zijn daar reglementen over, niet alleen ons badkarreglement of ons strandreglement, maar ook op de dronkenschap. Wat hebben we nog veranderd? We hebben duidelijkheid geschapen over de exploitatieperiode, om die verwarring niet met hem terecht te maar we hebben ook, en dat moet iedereen weten, een brief gestuurd naar de provincie om te vragen om langer te kunnen op strand blijven. De PRUP moet daarvoor aangepast worden om tot 15 november bijvoorbeeld op het strand te mogen blijven, omdat we zien dat het weer verschuift. Dus we hebben eigenlijk een aantal desiderata op een rijtje gezet en die zijn meegenomen, of die worden meegenomen door de burgemeester naar het burgemeestersoverleg om gans de kust mee te hebben in het verhaal. En we zouden ook ervoor zorgen, of willen ervoor zorgen, dat u minstens 3 weken voor de Pasen, of voor het paasverlof, zou kunnen werken. Dus dat zijn 2 punten die we meegenomen hebben uit overleg. En niet voor Pasen, maar voor de paasvakantie. Dus dat er altijd ruimte is. Dat zijn een aantal zaken die we gaan voordragen, wat we eigenlijk al een lijstje van gemaakt hebben, allang. Maar we moeten een draagvlak hebben om de provincie te overtuigen van het PRUP aan te passen. Dat is iets dat al de, of ik kan niet zeggen, elk jaar kan aangepast worden, vandaar dat we de kans moeten grijpen. Elke 5 à 10 jaar kan dat aangepast worden. We hebben een aantal desiderata en we zullen zien wat de rest van de kust ook eventueel als puntjes aanbrengt. Maar de bedoeling is van de uitbatingsperiode eindelijk aan te passen aan de, ik wil bijna zeggen, nieuwe weersomstandigheden. Ja, het is een beetje zo dat we daar positief kunnen mee verder weg. Maar er zijn een aantal technische zaken. Herman verantwoordde daarvoor de verwarring rond het uur. Je moet dat vooral zijn voor die het luidt. Die heeft dit. Die is heel tijd. En dat voorzitter. Goed. Ja. We hebben een aantal technische punten ook waar dat Herman eventueel een beetje uitleg kan overgeven. Over de afdekplaten van de septische putten. Over die oppervlaktes. Er zijn al zaken, Herman, waar misschien een beetje uitleg nodig is van uw collega's. Ja. In het lastenboek is er een keer de klemtoon gelegd geweest omwille van het feit dat er in PRUP staat dat er maximum 350 meter verbruik terras mag zijn. Dus dat gaat ook beter gecontroleerd worden. Vorig jaar is de indicator zelfs al opgehoogd voordat ik het kom opmeten hoe groot dan die verbruikterrassen zijn. Heb je daar één reactie op? Ik heb dat opgevraagd bij de collega's van de indicator. Wat hun doel was van dat doen. Hij zei, ik was een keer voor de hut kijken in de verschillende gemeentes of dat zij een beetje aan de regels houden. En mogen eerlijk zijn, die zijn mij toch zo zeggen, dat we nog redelijk binnen de perken zijn. Maar niet tegenstaande, ja, van ons, bij ons hier in de dienst, steenbouwkunde verhulling, gaat er ook een keer controle gedaan worden op hoe groot zijn de baars, wordt dat gerespecteerd, blijft dat allemaal gelijk wat zijn moet, hoe groot zijn de verharde terrassen. Want het is eigenlijk niet de bedoeling van verharde terrassen, de bedoeling van zandterrassen te hebben. En dat wel de nodige passerelles liggen, de verhardingen liggen tegen dat allemaal, die toegang geven naar het raamverkopen, toegang geven naar de toiletten, toegang geven naar het verre strand, naar de hoogwaterlijn. Dat is allemaal toegestaan. Want het is niet de bedoeling dat wij de dansvloeren organiseren, dat we
dat we grote terrassen organiseren waar eigenlijk tafels en stoelen op staan, gelijk dat we op de dijkterrassen hebben van de horeca. Dat is eigenlijk, daar moet het verschillen. Misschien nog bijvoegen ook, dat we ook voor terug een van de puntjes dat we opgezond hebben, dus die verhouding, die 20-20-20, en dat verhaal voor dat keer te aan te passen aan de werkelijkheid, ja. aan een leefbare en werkbare situatie. Omdat dat eigenlijk een beetje scheepgroeid is, dat? Dus een loper die langs de baartoog ligt, ja. Mag niet meer? Dat mag wel, hè. Daar, en langs de baar eigenlijk aan het raam verkopen, te wonen, is logisch dat er daar een pas wel ligt, hè. Dat de mensen comfortabel zijn als ze daar in de plateau liggen, moeten weggaan. Maar dat dan verder wat aan ze gaan, dat dan zandterras wordt, waar dat ze zitten sowieso, dat zandterras is, oké. Okay. Ja, maar het is niet de bedoeling van de handen die terras zijn. Het is op de grote vloer. Maar ze kunnen recht staan, ja. Aan de toog op de grote vloer. Aan een toog? Aan het raam verkopen. U begrijpt dat terug dat er een verbruikstafel staat, waar dat ze samen kunnen staan voor hand en hand, en dat verhard is. Nee, dat is juist geen dat we niet willen. Dus hoge verbruikstafels? Hoge verbruikstafels? Aan de toog op de grote vloer. Met de voetjes in het zand. Met de voeten uit. Ja, dat is de bedoeling. Dat is het prup. We gaan dat wel vragen om dat ook eventueel aan te passen aan de huidige werkelijkheid. Maar dat zal moeten afgeweken worden en dat is het huidige prup. Ja. Dus dat is dat bedoeld wordt. Hè. Dus we hopen dat we vlug met een herziening van prup te maken hebben. Zee, we waren er nog niet. Nee, maar Herman heeft zich verontschuldigd voor de verwarring. Het is. We hebben een nota gemaakt dat we meegeven met de burgemeester en het burgemeestersoverleg over de desiderata die wij hebben en die jullie vraag zijn om langer open te blijven, vroeger te beginnen, in de zin van 15 november, 3 weken voor de paasvakantie. Dus dat we daar een nota van hebben, maar we zouden er nog verder overleg over hebben. Maar de meeste dingen zijn al, geeft de burgemeester al mee voor op provinciaal niveau heel de kust op dezelfde lijn te krijgen en op die manier het prup zo vlug mogelijk geweest te krijgen. Beter kan samen zijn door een brief op te staan met een andere punten. Ja, de burgemeester neemt dat mee naar de burgemeester. Dat is de procedure waar we mee bezig zijn. Herman, zijn er nog dingen over de deksels? Herman, de septische put? Die deel 50 km wordt dat gemeten in één rechthoek? Of? Nee, dat mogen verschillende percelen zijn. Het is niet de bedoeling dat we alles tegen elkaar hebben. Dat mogen verschillende percelen zijn over in de ding. Nee, maar ik vind het best, iedereen wat kom, ik kom alles op mee. Ja. En dat er toch een keer over gesproken wordt, maar dat mag niet, dat mag waar. Dat is niet dat we daar met een handbeel op zetten, we zijn dan daar. Jullie hebben alleen buiten de drie laatste uitwaters, alleen dan bedoel ik Lekkerbeck Beach, daarnaast de watersportclub RBSC Zutte en op het einde Frank van Leenhoven met zijn watersportclub. Die mensen moeten nog opnieuw aangesloten worden met hun riool. Al de rest van het strand hebben we in de laatste vorig jaar een deel en nu in het voorjaar gedaan. Dus die laatste drie worden in het achterjaar ook meegenomen. We hebben daar eigenlijk overal vanuit het waterbedrijf, onze AXO, hebben we nieuwe pompinstallaties, op jullie kosten natuurlijk wel, gestoken en jullie betaald. Maar wij hebben de persleidingen en al de lesleidingen die nodig waren, die wel voor ons rekening genomen. Maar we hebben één probleem nog, dat we met de bulldozer en in Collinsbees kunnen ze van meespreken, hebben we dus met de bulldozer door de put weer gereden. Hè. En dat is logisch. Vroeger, en bij, dan kijk je naar Trio, dat Christophe, bij jullie hadden een dikke vloot erop liggen vroeger. Ja, die is weggebleven en nu hebben ze erdoor gezakt. Dus in het najaar, en dat staat ook in plaats voor die oude put, ja, dat was geen septische put, dat wist ik niet wat is. Ja, we hebben daar al voorheen gekomen met de uitwater nu. Voilà. We zitten er nieuw, we hebben die kapot gekregen, we hebben die ook al verdiend ondertussen. Maar op alle septische putten gaat er ook terug een deksel komen van 20 dik. Verwaterd zodanig dat de bulldozers niet echt kunnen doorzaken. Dus voor de voor iedereen om te veiligen. Dus dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk het laatste, denk ik, van technische, dat er dan toegegeven wordt aan bij een uitdracht gegeven. Maar dat is voor 80 jaar. Oké. En wat is er dan voor de binnenhandel? Ja, en de ondertekende mogen ze bij mij. Nee, ze moeten nog aanbrengen.
ze mogen binnenbrengen, want ze hebben allemaal geen antwoord. Stel voor dat we de convenanten binnenbrengen, maar dat we eerst de commissaris en de burgemeester laten het verhaal brengen over de BIN. Misschien zal dat eenvoudig zijn. Ja. En dat doen we nadien de convenanten. Commissaris. Kijk eens, wij hebben een BIN met de handelaars hier in Knokke-Heist. In die zin dat bij problemen, dat ze zich verwittigen, dat ze met elkaar overeenkomen. En dat heeft een zeer belangrijke informatische rol gespeeld bij een aantal diefstallen, bij een aantal problematische zaken die de politie dan heeft kunnen oplossen. En die dienst marcheren zeer goed. We hebben dan ook gezegd, laat ons met de vatkahouders hetzelfde doen en een overeenkomst maken dat als er iets gebeurt bij u, dat je al uw collega's kan verwittigen in een zeer simpele manier die de commissaris zal uiteenzetten. En zeggen, oké, kijk, we hebben een probleem of een diefstal of dit en dat. Pas op, dat zijn de mensen die dat eventueel gedaan hebben. Wij kunnen daar gebruik van maken en dat is iets die je leven zal niet veranderen, maar verbeteren. Men kan sneller ingrijpen, want als de politie moet komen om dit of dat te doen en dat de informatie reeds bij de anderen, kan men vermijden dat bij de anderen hetzelfde gebeurt op dezelfde dag. En dat is een van de voornaamste structuren van die BIN-organisatie. En dat is iets die de commissaris aan u daar nu duidelijk uiteenzet. Nou, dank u, burgemeester. Welkom iedereen. Wij zijn blij dat we ons BIN-verhaal aan jullie kunnen brengen. Het is altijd zo dat de politie uw wereld niet zal veranderen, maar we zullen toch proberen iets te vereenvoudigen. En in dit vlak gaat het over informatie delen met elkaar. Ik denk dat iedereen wel weet wat een buurtinformatienetwerk inhoudt. Op het grondgebied van onze politiezone hebben we eentje in Damme, die een samenwerking is tussen burger en de politie. In Knokke-Heist hebben we er twee. Twee die heel specifiek naar zelfstandigen zijn gericht. En we willen die goede praktijk ook overzetten op het strand. Ik heb mijn medewerkers meegebracht die een korte presentatie zullen doen wat het buurtinformatienetwerk inhoudt, hoe het marcheert. En we willen onmiddellijk bij de start van het zomerseizoen op het strand daarmee van start gaan. Dus dat zeggen 15 maart. En gaan wij met jullie de communicatie opstarten via een platform die we ook zullen presenteren. Ik zal niet veel meer inleiding geven, want ik denk dat we ongeveer een 10 minuutjes presentatie hebben, zodat u goed weet wat het inhoudt. Er zullen ongetwijfeld heel wat vragen zijn. Wij blijven hier na de hand ook voor uw vragen te beantwoorden. En op het einde is het de bedoeling om een protocol af te sluiten, een charter af te sluiten waar de overeenkomst bekrachtigd wordt en waar afspraken zijn tussen politie en gebruiker. Ja, ik geef het woord aan Chrissy en Flip. Goedemorgen. U hebt waarschijnlijk al burgemeester heeft uitgelegd, korps heeft uitgelegd. Wat een BIN is, ongeveer. Het gemakkelijkste om iets uit te leggen is altijd te zeggen wat het niet is. Wat is het niet? Het is geen Big Brother toestand. Het is geen controle toestand. En het is niet kijken wat je wel en wat je niet doet. Laat dat heel duidelijk zijn. Wat is het wel? Het is een manier van samenwerking. Het is een manier van samenwerking op een gelijkwaardige basis tussen u als stranduitbater, professionele stranduitbater en de lokale politie in een burgerparticipatie. Dat is een groot woord, maar daarover gaat het eigenlijk. Het is een samenwerking. Hoe meer ogen dat je kunt inzetten, hoe meer dat je ziet en hoe meer dat we elkaar kunnen helpen. Het is een communicatieplatform. Een BIN is eigenlijk in het leven geroepen. In de jaren 90 met de Kappa-bende die een reeks diefstallen ging plegen in de grensstreek met Noord-Frankrijk. En dat was eigenlijk puur om criminele feiten aan te geven. We hebben dat voorgesteld aan de bestuurlijke overheid, we hebben dat ook binnen het korps uitgewerkt. Het is de bedoeling om een communicatieplatform te maken met jullie. Dat wil zeggen, communicatie dat niet alleen van ons zal komen, maar ook van jullie. Communicatie is met elkaar spreken, elkaar dingen geven en elkaar dingen krijgen, van elkaar zaken krijgen.
Het ganse geheel, dat is een bevoorrecht partnerschap. Dat is al gezegd geweest, we doen dat in Damme, we doen dat hier met zelfstandigen in de gemeente Knokke-Geest, en we doen dat met mensen van tijdelijk verblijf. Tot nu toe, en we zijn daar iedereen heel dankbaar voor, ook Robin, die daar eigenlijk een stuwende kracht in is, in die beide bins, is dat tot iedereens tevredenheid. Er zijn daar een aantal verwachtingen in. Als we samen iets doen, wel, dan zijn er zeer terechte verwachtingen van jullie en van ons. Ik ga die juist een keer vernoemen. We gaan relevante informatie aan jullie geven. We gaan niet zeggen waar dat zal zijn. En jullie, het gaat er ook niet over dat we, als er een feest is op een of andere uitbating, dat is voor ons niet relevant. Dat is relevant voor jullie, maar niet binnen dit systeem. We gaan ook feedback geven. Als je een verdachte handeling ziet, of iets waarvan dat je denkt van, dat klopt hier niet, dan gaan we dat opnemen en dan gaan we ook feedback geven. Wat hebben we daarmee gedaan? Wat zijn de resultaten daarvan? Zodat je weet, hetgeen dat je communiceert, dat dat nut heeft. Dat dat niet enkel loze, lege woorden zijn. We gaan om in discretie. Wat je meldt aan ons, wat wij melden aan jullie, en jullie zijn bevoorrechte partners, dat gaat discreet gebeuren. We gaan dat niet in een teven welk medium of in een teven welk blad of ik weet niet wat zetten. Nee, dat is tussen ons. Dat is in onze groep. En we gaan een probleemoplossende aanpak. Wat naar voren gebracht wordt, dat gaan we proberen op te lossen. Niet alles kan opgelost worden, maar dat is onze instelling. Daar starten we mee en we vragen dat ook ergens van de partner in dat verhaal, dat we probleemoplossend de zaken benaderen. Kort geschetst, commentaar op neer, en dat is ludiek, en dat is voor wat het is. U hebt een feit, u ziet een verdacht persoon, u ziet een verdachte handeling, u wordt geconfronteerd met iets dat niet kan binnen jouw uitbating. En er zijn een aantal gegevens. Knokke beschikt over een aantal camera's. Er zijn een aantal gegevens. En de politie, via het platform dat mijn collega dat gaat uitleggen, u gaat daarvan in kennis gesteld worden. U gaat de mogelijkheid krijgen om op het einde van de uiteenzetting u in te schrijven in dat systeem. We gaan u daarmee verwittigen. Met dat systeem gaan we zeggen, kijk, dit is bij een collega gebeurd, dit zijn een aantal inlichtingen en wij steken dat in het buurtinformatienetwerk Strand, dat we eigenlijk kort BIN-S gaan noemen. Wat verwachten we van jullie? En wel, dat is een respons. Dat is een verhoogde respons als we dan iets geven en je zegt, potjadori, ik heb dat of dat hier ook gezien, en wel dat er inbaalt. Dat het ons dan laat weten met het uiteindelijk resultaat dat bij jullie criminaliteitsgegevens, cijfers gaan dalen en dat de politie, om ervoor is ze, het kan doen ophouden en eventuele daders kan doen stoppen en laten veroordelen door de gerechtelijke macht. Ja. Waar gaan we dat doen? En wel, het is heel simpel. U zit hier allemaal. Iedereen die eigenlijk een professionele uitbating heeft en nog een aantal heel belangrijke mensen die daar eigenlijk ja, ook professioneel, maar niet vanuit een commerciële oogpunt, op dat strand zitten, die gaan we allemaal in dat binnen steken. Dat zijn onze partners, dat is onze doelgroep binnen dat binnen. Weet, en dat is voor jullie heel belangrijk, en ook voor ons is dat heel belangrijk, dat dat verhaal uniek is. Er zijn heel veel bins in Vlaanderen, er zijn heel veel koeien die blaren noemen, maar dat is een aparte koe. Dat is een koe die nog nergens langs de kust bestaat. Dat is een